We gaan nog niet vragen aan jullie wie heeft het gedaan. Willen jullie je laatste definitieve foto in de envelop doen? Hier is de envelop, Peter. Niemand mag hem zien? Niemand mag hem zien. We houden het nog geheim. Doe in de envelop. En dan straks gaan we dat horen. Ja. Wij gaan nu naar de laatste mensen die straks de moordenaar gaan aanwijzen. Ik ruil nog. Stop ze weer, anderen erin. Oké. Ja, envelop dicht? Ja, okay. Nou, dicht. Dag mensen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensen hadden de laatste vraag goed. En daar staan ze dan. Was het niet Rina van Rooyen? Ja, het lijkt op Suzanne de Rooij. Ja, die is verdachte. Heb je al eens eerder een moord opgelost? Ja, vorige week. Vorige week? Ja, ja. Ja! Wat een stomme vraag. Anders had ze hier natuurlijk niet gezeten, hè? Toen was het Constance. Wie zou het deze keer zijn? Wat denk je? Ik dacht Penny. Penny? Vanwege die pijlen in die tas? Nee, ja. Ik bedoel... Jackie? Jackie, ja. Ja. Ja, met het roken, ja. Mevrouw Maan, ja, ik ben Berdien was het. Even jullie leren kennen hoor, want we gaan samen nou iets verschrikkelijks doen. Dus meneer Van Delft, hallo. Dat was Connie. Tony. Dag. Tony. Verander je steeds van naam? Nee, nee. Oh, Tony. Hoe is je voornaam? Mark. Dag Mark. Wim. Dag Wim. Ook Wim. Ook Wim, om het makkelijk te maken. René. Dag René. Heb je enig idee? Ik heb enig idee. Ja. Wat denk je? Paul. Paul. Oké. Wees heel duidelijk in je keuze, want ik ga je nu vragen om te gaan staan achter de verdachte van wie je denkt dat hij of zij de moord gepleegd heeft. Ga er maar naartoe. Ze maken hun keuze, de kandidaten. En het is weer zeer verdeeld. Want deze Wim gaat staan achter de onopvallende assistente Suzanne de Rooij. Tony en Rina achter Jackie. Oh. Hij gaat ook gauw achter Jackie. Achter Penny 1 kandidaten. 2 kandidaten achter Paul van Straten. 2 kandidaten achter Ralf de Ruiter. We zijn nu zeer benieuwd hoe het Nederlandse volk daarover dacht. Hoeveel kaarten zijn er voor de verdachte binnengekomen? De nationale... Posterijen. 5 snelle mannen die razendsnel alle kaarten gesorteerd hebben. En in hun postzakken hebben zij de kaarten die ingezonden waren voor de verschillende verdachten. Het zijn niet de absolute aantallen, maar ze geven heel goed de verhoudingen weer. Kijkt u eens even mee. We beginnen bij Ralf aan deze kant. Een gigantische hoeveelheid kaarten voor Ralf. Veel minder voor Paul van Straten. Nog ietsje minder voor Penny Veenstra. Een enorme hoeveelheid voor Jackie Meerman. Ik kan het ook niet helpen. En toch ook nog wel een flink aantal voor Suzanne de Rooij onopvallende assistenten. We weten nu de keuze van onze laatste kandidaten. We weten de keuze van de mensen die de kaarten ingestuurd hebben. Hoe valt de keuze uit van ons panel? Willen jullie de foto's neerzetten in de richel op de desk? Peter van Straten kiest Paul. Peter van Straten... Dat zeg ik. Peter Faber. Peter Faber kiest Paul van Straten. Dat zijn veel namen. Appie Baantje. Jackie. Oh, en Tiedeke. Peter, waarom heb je Paul gekozen? In het kort. Ja. Het is volgens mij zwaankleef aan. Kijk, die Ralf die krijgt die hele erfenis. Paul heeft geld nodig, die krijgt de halve erfenis. En als dus hij die moord gepleegd heeft. En hij heeft een heel kort pijltje met een bot puntje. Dus moet iemand zijn die sterk is geweest om te schieten. En even die vrouwen, die dekken allemaal. Hoewel, die assistent die vertrouw ik nou ook helemaal niet meer, maar het is Paul. Paul. Ja. Ik kan het niet helemaal wijzen, maar Paul is het. Oké. Okay. Appie Baantje, waarom kies je voor Jackie voor de derde keer? Nou kijk, bij het oplossen van een moord heb je dus 2 dingen nodig. Eerst was een motief en de mogelijkheid. Je moet in de mogelijkheid zijn om het te doen. Nou, de enige die werkelijk in de mogelijkheid is geweest om daar om 3:10 daar naar binnen te gaan, dat was alleen Jackie. Om 5 minuten over 3 komt dus Paul binnen en dan verdwijnt Jackie de kamer uit. Ja, ja, ja. Tineke, ja, waarom kies je voor de tweede keer voor Ralf? Nou, omdat hij dus en geld krijgt en een slecht huwelijk heeft. En zijn haar dus goed blijft zitten in dat spiegelbeeld. Hij heeft, die Ralf, weet je wat het is?
Ik had dacht namelijk dat het Paul was, omdat hij pas om 3:11 echt foto's gaat maken. Dus hij heeft 10 minuten de tijd gehad. Maar hij is zo relaxed. Ik denk dat heeft die oude stinkert daar gedaan. Want die... Goed. Die wil van zijn vrouw. Dank jullie wel. Mogen wij dan nu meemaken het moment van de oplossing. Kom maar binnen. Goedenavond, wachtmeester van Hengel. Wachtmeester van Hengel. En hier is brigadier Roy. Wachtcommandant Roy. Hartelijk welkom. Dit is de oplossing. Komt uit de kluis. Dank u wel. Mag ik u verzoeken om in de buurt te blijven voor u weet wel waarvoor? Ja? Dank u wel. Bedankt. Kandidaten, hier is de oplossing. De oplossing is verzegeld. Ik verbreek nu het zegel. En ik ga jullie eerst vertellen dat als het blijkt dat jullie bij de verkeerde verdachte staan, dan krijgen jullie deze hoofdprijs. De Video 8 Camera Recorder. Het zijn eigenlijk twee prijzen in één. Het is een camera en een recorder, dus je hebt er niet iets extra's voor nodig. Dankjewel, Noortje. Het gaat om deze mensen. Ralf de Ruiter. Van alle moorden die gepleegd worden op getrouwde mannen en vrouwen, is 85% van de gevallen is de moord gepleegd door hun echtgenoot of echtgenoot. Ik zeg het maar even. Paul van Straten. Suzanne zag hem binnenkomen om 3:01. Pakweg 5 minuten voor de moord op Mabel. Paul had het kunnen doen. Penny Veenstra. Waarom moest zij zo plotseling haar parkeermeter bijvullen en wat deed die pijl in haar tas? Jackie Meerman. In het bijzijn van Suzanne heeft Jackie Mabel bedreigd. En dan dat zenuwachtige gerook bij de deur van Studio A notabene. Suzanne de Roy, zij was degene die het lichaam van Mabel ontdekte. Dat is ook een aanwijzing, dacht ik zo. Kandidaten, jullie krijgen nu de mogelijkheid om te wisselen. Sta je goed? Weet je het zeker? Kijk naar de postzakken. Kijk naar wat het panel zegt. Jullie blijven staan allemaal. Tony? Wim? Wat doe je, René? Je blijft staan bij Paul. Je blijft staan. Goed, dan is dit jullie keuze. Dan gaan we nu kijken naar de oplossing. Wie is onschuldig? Penny Veenstra is onschuldig. Als Penny de parkeermeter gaat vullen... Als Penny de parkeermeter gaat vullen, kijkt Paul op zijn horloge en zegt 3:50. Toen Penny Studio B uitging, was Mabel al 10 minuten dood. Penny heeft het dus nooit kunnen doen. Wie nog meer is onschuldig? Voor jou de video achter. Suzanne! Suzanne de Roy. Agent de Bruin ging na hoe lang het duurde om de cassettes te laden. Minstens 4 minuten. Je moest ook nog koffie zetten. Als je met het alles om 3:05 begon, dan kon je nooit om 3:10 in de studio zijn. Suzanne was verbitterd, maar onschuldig. U krijgt de Super Video 8 camera. Van harte gefeliciteerd. Wie nog meer? Is onschuldig. Jackie werd betrapt bij de deur van Studio A toen ze zenuwachtig stond te roken. Maar Appiebaantje, dat was na 3:15. Mabel was al 5 minuten dood. Als ze het gedaan had, had ze nooit bij de deur staan wachten om nog betrapt te gaan worden. Jackie Meerman is onschuldig. Tony, het spijt me. Rina de Roy, het spijt me. Meneer van Delft. Maar allemaal een hoofdprijs. Een Video 8 camera recorder. Van harte gefeliciteerd. Nu hebben wij 3 verdachten die onschuldig zijn verklaard. We hebben nog 2 verdachten over, Ralf de Ruiter en Paul van Straten. We hebben nog 4 kandidaten. Kandidaten, ik ga eerst laten zien wat jullie kunnen winnen. Dit is
voor jullie de hoofdprijs. Als je het goed hebt. China en Hongkong, een droomreis, de reis van je leven. Want wat ga je allemaal beleven? Ongelooflijk, je gaat naar een luxe hotel in Beijing en in Shanghai. Je mag op de ferry van de boot naar Hongkong, mag je zelf sturen. Je toekomst wordt voorspeld door een wijze oude Chinees. Je gaat Chinees eten met de oogverblindende Miss Hongkong als je dit wint. Je gaat naar het plein van de hemelse vrede. Je gaat naar de Chinese muur en je gaat naar de verboden stad. Een prachtige koninklijke reis. En al deze mensen zijn nu al hier gekomen om je die reis persoonlijk te overhandigen. Als je de dader raadt. Deze mensen die zorgen ervoor, good evening captain, dat je veilig daar belandt. En kijk eens, je zit in superclubstoelen, comfortabel en tevens luxe. Oké, thank you very much. Maar wat is de andere hoofdprijs? Kijk eens hier. Deze prachtige auto. Dynamisch. En de kleur is staalblauw. Dankjewel, Josje. Dit zijn de twee hoofdprijzen. We gaan nu naar de ontknoping.